De Battletron headset voor €15 bij de Action. Is het waard of is het niet waard? Je ziet het in deze video. Oké, we gaan als eerst even over naar de bouwkwaliteit van dit headsetje. Algemeen vind ik best wel eigenlijk dat ze een keurige headset hebben opgezet voor €15 maar. Hij flext best wel ver door, want je kan hem best wel ver doorbuigen zonder dat er iets maar breekt of knapt of wat dan ook. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Voor de rest, de oorcups kun je niet draaien. Oftewel, ze kunnen niet een perfecte fit voor op je hoofd hebben. Tenminste, voor mijn hoofd zit hij niet perfect erop. Wat ik dus merk eigenlijk met deze headset is dat hij voornamelijk leunt aan de bovenzijde van mijn oren in plaats van de onderzijde. Of eigenlijk, zoals je het beste wil hebben natuurlijk, aan beide kanten gewoon gelijk. Maar op zich, voor comfort is het nog niet zo heel erg. Ik heb deze headset voor 2 uur ongeveer achter elkaar opgehaald. En ik vond het eigenlijk nog niet eens zozeer een probleem. Voor de rest heb je nog een microfoon hiervoor die je een beetje kan rondflexen overal heen als je dat zou willen. Het blijft niet altijd stevig op zijn plekje, maar voornamelijk op de plekken waar je het wil hebben. Dus voor je of naar links blijft hij ook wel zo staan. Dus dat is top. Voor de rest heeft het nog een volume wiel, dus volume wiel op de achterkant van de headset, waardoor je je volume kan aanpassen naar hoe luid en hoe zacht je het wil hebben. Voor de rest is er ook nog een microfoon on en off switch, dus je kan hem uit en aanzetten handmatig zonder dat je de software hoeft in te duiken of wat dan ook. Is handig. Liefst had ik wel gehad dat dit knopje misschien op de headset zelf zat, op zijkant of wat dan ook, dat je gewoon even klik zo op zijkant kon doen en dat hij gemute was. Nu moet je elke keer dit foamkapje, wat best wel handig is trouwens voor de paps, moet je dat ding elke keer afhalen en moet je elke keer de switch dus omdraaien. En de locatie ervan is natuurlijk ook niet geweldig, want stel je zit in Discord, je zoekt even naar die on en off switch, dan zit je, oh hier zit hij nou, en dan is het eigenlijk stil. En dan denkt iedereen, oh dankjewel. Elke keer dat geroezemoes, elke keer als je hem uit en na doet, is ook zeer vervelend. Maar weet je, het scheelt je wel weer al te hebben. En dat soort dingen. De foam op de earcups zit comfortabel. Het is gewoon wel een soort van nep leer wat erop zit. Dus uiteindelijk als het heel warm gaat worden, kan het wel flink gaan zweten. Maar al in al, ik vind het nog wel een mooi comfortabel aanvoelen. Als je het op mijn oren hebt, je voelt niet dat je oren tegen de binnenkant van de headset zit. Wat sommige headsets nog wel eens hebben, vooral de goedkope. Deze heeft dat niet, dus het zit gewoon nog steeds comfortabel. Voor de rest kun je niet je headband aanpassen hoe hoog die zit of wat dan ook. Je hebt alleen dit bandje wat is uitgerekt naar het formaat van je hoofd. En ik heb best wel een balloon hoofd en bij mij past het er zelfs op. Dus als het bij mij zelfs past, dan moet het voor jou ook wel passen, weet ik wel zeker. Oké, dan gaan we over naar de geluidskwaliteit van deze headset. En hier had ik een aanname van, het klinkt allemaal hol, het klinkt allemaal verschrikkelijk. Mijn oren gaan waarschijnlijk bloeden en er zit waarschijnlijk geen bas in. En hier heb ik best wel over vergist, want er zit bas in. Woe! Ja, er zit daadwerkelijk gewoon bas hier in dit ding. Het is niet de meest heavy bas ooit, zeg maar, helemaal in je oren zit aan rammen. Dat is het nou weer niet. Het is gewoon een mooie, aangename bas dat erbij zit. En de geluidskwaliteit, dus de mids en de highs van deze headset, is niet het meest geweldige wat ik ooit gehoord heb. En ik vond eigenlijk dat het best wel helder kon wezen, maar het is nog steeds vrij aangenaam. En dan gaan we naar de microfoon van deze headset. Kun je beter gewoon een koptelefoon kopen alleen, of zeg je van de microfoon doet er echt aan toe? En ik kan zeggen, de microfoon doet er echt aan toe. De kwaliteit is best wel goed en ik kan je even wel een voorbeeldje geven hoe het een beetje klinkt. Dus alsjeblieft. En dit is dus de test met de microfoon van de Action headset. En om eerlijk te wezen vind ik het best wel netjes klinken eigenlijk voor maar €15. Natuurlijk, mijn microfoontjes van €15 of €20 zelf zijn natuurlijk stukken beter. Of die ene van €1,50 van AliExpress. Maar overal, als je hier gewoon een headset van haalt, het klinkt misschien niet eens zo heel veel slechter dan de meeste headsets op de markt van ongeveer €50 of €80 misschien zelfs. Er is nog wel een klein beetje ruis op de achtergrond, maar dit kun je makkelijk uitfilteren op Discord of wat dan ook door een voice activation level in te stellen. Waardoor die dus niet de ruis oppakt als je bij een bepaald volume zit. Dat is gewoon hartstikke keurig. En op zich had ik dat ook best wel verwacht tegenwoordig. Want als ik dit microfoontje heb, deze is bijvoorbeeld maar €20 en het levert al best wel veel kwaliteit. Als je bijvoorbeeld mijn AliExpress microfoontje heb, waar ik trouwens een video hier rechts bovenin heb, kun je bekijken en kun je ook nog luisteren. Die is maar €1,50 en klinkt ook goed. Dus dat een goede microfoon op een €15 headset zit, verbaas ik me eigenlijk ook niet over. En deze kun je hartstikke mooi gebruiken voor in de chat. En ik heb zelf ook gebruikt in Discord. Ik zei vroeg even aan mensen van, hey, wat vind je ervan? En zeiden, damn, ik had niet verwacht dat het van een Action microfoon kwam. En inderdaad, dat kwam het dus wel. En het is ook best wel goed. Dus hartstikke top, ben hartstikke tevreden daarmee. Oké, conclusie. Wat vind ik ervan? Vind ik het aanraden van €15 of vind ik het geen aanrader? En ik kan jullie zeggen, ik vind het zeker een aanrader. Voor €15 kan je denk ik niet beter dan dit. Geluidskwaliteit is goed. Microfoon is goed. Alhoewel ik de geluidskwaliteit wel wat helderder wou hebben, is het nog steeds hartstikke goed eigenlijk. De comfort. Je kan het op zich op lange dagen gebruiken en het zit nog steeds goed op je hoofd. Althans, voor mijn ervaring is dat zo. Het enige jammer wat ik dan vind is dat je niet de cups, zie je dat? Ja. De cups niet zeg maar een beetje bij kan draaien, zodat het een goede fitting heeft op je hoofd. Maar weet je, voor €15 zit het nog steeds hartstikke goed en kan ik er eigenlijk niet heel veel om klagen. En kan ik je dit zeker aanraden. Dus weet je, ga lekker naar de Action. Als je zegt, ik heb gewoon een headset erbij nodig, doe dit gewoon. Lekker simpel. Is ook niet bankbrekend en ik denk dat het misschien van de meesten gewoon hartstikke voldoende is. En ja, dat is mijn oordeel. Doe ermee wat je wil. Abonneer natuurlijk als je meer video's wil zien. En like deze video natuurlijk als je het super handig en informatief vond. En ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken.